Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft vanmorgen een Memorandum of Understanding, MOU, getekend met de coöperatieve bank Godo. Het doel van deze samenwerking is bestaande en startende ondernemers beter van dienst te zijn bij het financieren van hun bedrijf. Percy Kleenem, algemeen directeur van Godo, weet dat deze samenwerking vruchten zal afwerpen voor de doelgroep. De opzet is dus dat er op dit moment dus een samenwerking is tussen Godo en HI. En vanuit Godo zelf hebben wij dus onze doelgroep die wij al voorzien. Het gaat dus niet alleen om het rentepercentage, het gaat om een total package waarbij dus de ondernemer een totale begeleiding heeft in het schrijven van zijn businessplan, begeleiding in het uitvoeren, het vervolgtraject, dus wanneer eenmaal de investering is gedaan, dat project dan ook wordt gevolgd. Op dit moment is er nog geen speciale rente, maar het is wel de bedoeling dat uit deze samenwerkingsovereenkomst speciale tarieven gehanteerd zullen worden die zeg maar competitief moeten zijn voor de ondernemers om daadwerkelijk hun business te kunnen doen. Reina Raveles, directeur van HINT, memoreert dat het ministerie al een poos met deze bank werkt. Deze MOU bekrachtigt alleen die samenwerking die er is, zegt Raveles. Naast Godo heeft HINT ook goede samenwerkingsbanden met andere banken, zegt Raveles. Volgens haar is de coöperatieve bank altijd aanwezig als het ministerie trainingen verzorgt over ondernemerschap. Om de mensen te informeren van als je businessplan hebt geschreven of hebt gemaakt, hoe kan je dat indienen bij ons en wat is er voor nodig, waarom moet het voldoen. Dus de samenwerking is heel goed. We hebben ongeveer 300 mensen, ik denk iets meer dan 300 mensen getraind in het afgelopen jaar. En we gaan keihard verder om nog meer mensen ready te maken. Om eigenlijk met een bank goede zaken te kunnen doen of met een andere vorm van financiering. Ik ben ook blij te zeggen dat ik het directieteam van Godo ongeveer een jaar geleden tegen ben gekomen op de ambassade, de Surinaamse ambassade in Nederland, waar we dus een presentatie hebben gedaan. En elkaar hebben kunnen versterken om ondernemers uit Nederland, Surinamers of mensen met affiniteit met Suriname, om die aan te trekken om hier in Suriname te komen investeren en een onderneming hier op te zetten. Reina Raveles, directeur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Ze sprak vanmorgen na de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen het ministerie en de coöperatieve bank Godo. De ondertekening vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van HINT.